Deze meditatie wordt verzorgd door. Dominee Jongeneel. Goedendag, luisteraars. Het schriftwoord voor deze dag is Johannes 20, vers 4 tot met 9. En ik zal dat voorlezen. Het gaat over Petrus en. De andere discipel, Johannes. En van hen staat geschreven en die twee liepen samen, maar de andere discipel snelde vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk, opgerold, op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen en zag het en geloofde. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan tot zover. Op eerste kerstdag, ja u hoort het goed op eerste kerstdag preekte ik uit Lucas 2 vers 7. In dat vers wordt de geboorte van Jezus beschreven. En daar staat er van zijn moeder: "En zij wikkelde hem in doeken." In doeken wikkelen. In de taal van het Nieuwe Testament in het Grieks Staat daar één woord. Een heel gewoon Grieks woord. Niks bijzonders. Het is gewoon inwikkelen of bakeren. Maar misschien ligt juist in dat gewone wel de diepe betekenis van dat woord. Want daarmee gaat het ook over mij. En over u. Juist omdat het zo'n heel gewoon woord is. Zo'n heel gewoon kraamwoord. Want dit woord uit het jaar nul is een woord van alle tijden. En wat Maria doet, is tijdloos. Wat zij als moeder doet, doen alle moeders. Als ze kunnen. Als een kind geboren wordt, het zo snel mogelijk in doeken wikkelen. Gauw een doek om het kind, gauw inbakeren. En als het kan, ook nog gauw onder een warme deken. En kruiken erbij. Ter bescherming, omdat wij vanaf onze geboorte zo kwetsbaar zijn, zo hulpeloos, ergens heel, heel zwak. En eigenlijk, eigenlijk blijft dat heel ons leven zo, zo is ons menselijk bestaan. Als we dat misschien vergeten waren, heeft de uitbraak van het coronavirus ons alweer met onze neus op de feiten gedrukt. En sommige van ons kunnen zich zo kwetsbaar voelen, zo hulpeloos, lichamelijk, psychisch. Zo deelt Jezus in ons bestaan, zo neemt Hij ons leven op zich, zo is Hij onder ons gekomen, in een uiterst kwetsbare gestalte, heel fragiel, breekbaar, als een kindje zo klein, als een babytje, in een babydoek in het gewaad van hulpeloosheid, in het kleed van de weerloosheid. Zo is God mens geworden. Zo is God onder de mensen gekomen. Zo is God tot ons gekomen. Zo is God in het kind Jezus, ons mensen, in alles gelijk geworden. Achter dat kleine kind van het kerst-evangelie zie ik een grote man... Achter de kribbe zie ik het kruis, het Evangelie, waar Jezus sterft. Op zijn sterven volgt een sobere begrafenis. Jozef van Arimathea heeft van de stadhouders to toestemming gekregen om het lichaam te begraven, en voorzichtig haalt hij het van het kruis en wikkelt het in doeken. Hé, hey, zeg je. Ja, je hoort het goed. Hij wikkelt het lichaam van Jezus in doeken, fijn linnen. En ook al worden er in het Grieks andere woorden gebruikt, het is alsof de geschiedenis zich hier herhaalt. Aan het kruis heeft Jezus weinig kleren meer aan. De kleren zijn hem van het lijf gerukt. Hij hangt daar zo goed als naakt in kale armoede, bijna zo bloot als een baby. Zo kaal als hij geboren werd, zo kaal sterft hij ook. Net zo hulpeloos als toen is hij, net zo kwetsbaar, net zo teer, net zo weerloos. En die doeken waar ze Jezus na zijn dood in wikkelen, hoe fijn linnen het ook mag zijn, die doeken spreken wat dat betreft ook dezelfde taal als de doeken bij zijn geboorte. Het is om zijn naaktheid te bedekken, om zijn hulpeloosheid te verhullen. Maar het gaat zelfs nog verder dan bij zijn geboorte. Want de doeken waarin Jezus begraven wordt spreken ook de taal van de dood, de taal van de vergankelijkheid, de taal van de sterfelijkheid. En er zit zelfs nog meer bij, er komt nu ook schande bij. Want aan dat kruis hing hij als een misdadiger, als een grote crimineel, zo hing hij te kijken, bespot en gesmaad werd hij. Uitgelachen en uitgedaagd en uitgejouwd. Het ademt allemaal de wereld van na Genesis 3, om het zo maar te zeggen. De wereld van de opstand tegen God. En het ademt allemaal de zware sfeer van die woorden van de apostel, dat hij zegt: het loon van de zonde is de dood. Ze zeggen wel eens: de krib is van hetzelfde hout gemaakt als het kruis. Nou, zeg dat wel. Over de kerstgeschiedenis valt ergens al de schaduw van Goede Vrijdag. En in heel die diepe vernedering die Jezus moet ondergaan, van begin tot eind, ligt iets van onszelf. Want ook in dat gebeuren van Goede Vrijdag zien we iets van onszelf. Ik wil dat eigenlijk niet weten. Ik wil het eigenlijk liever ook niet toegeven. Maar ik weet, op een dag zal ook ik in zulke doeken gewikkeld worden. Op een dag zal ook ik dat kleed dragen, dat doodskleed. Van welke stof of snit het ook precies zal zijn, dan maar eens zal men weer voor mij zorgen, zoals men voor een baby zorgt, op de dag dat ik afgelegd zal worden. En misschien, misschien zal het zelfs al eerder gaan beginnen. Als mij een weg van aftakeling wacht. Kijk, ik wil maar zeggen: Jezus is van kribbel tot kruis, de weg van alle vlees gegaan, de weg van alle mensenkinderen, de weg van u en van jou en van mij, onze levensweg, van wieg tot graf, van babydoek tot doodskleed. Zie, de mens. Maar dan nu, dat schriftwoord van vandaag. De Paasmorgen, het open graf. Johannes en Peters, ze moeten het zien. En daar zien ze het. Wat? Alleen de doeken, alleen die linnen doeken, die doodsdoeken, die heeft Jezus achtergelaten. Ja, al die doeken heeft Jezus achtergelaten. Geen babydoek meer nodig, geen doodskleed meer aan. Ik citeer de apostel uit 1 Corinthus 15, waar hij schrijft: Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. O wat een belofte! Beste mensen, het kind Jezus krijgt onze kleren aan, onze babydoek, ons pakje, ons doodskleed. Dat gaat dus van kruis en graf vanaf de kribbe. Zo ver, zo diep deelt hij in ons bestaan. Maar hij overwint alle nood en dood. Dood en graf verwon hij. Babydoeken doodskleed werpt hij van zich af. En hij wordt, o heerlijk heilgeheim, hij wordt de eerstgeborene genoemd. Want iedereen die voor hem hart en knieën buigt, zal delen in zijn heerlijkheid en de klederen des heils ontvangen. Amen. zullen we samen bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.